Weet u wanneer het echt slecht gaat in Nederland? Als er een methadonbus in de tuin van Soesdijk staat, dan gaat het slecht. Zo is maar het. Maar kijk nou eens naar je ergernis. Ja. Hoe laat kom jij nog zorgens in Nes uit? Nou, als ik zin heb. Als ik zin heb. Hoe laat kwam jij in 1970, 10 jaar geleden, je Nes uit? Eens even kijken. Om 5 uur 's ochtends. Om 5 uur 's ochtends. Ja, nou, hier zat ik nog in de bouw. Ging op mijn brommertje naar de bouw. 5 uur. Op een brommertje. En dan mocht hij ze erger 2 weken per jaar zeg nat laten kletteren. Op de Veluwe. Je had een oude harte radio. En een zo'n zwart-wit tv'tje. Ja, en je had 2 pijpjespils van zondags bij Studio's Pof. Maar, wat heeft hij gedaan? En ik ook. We hebben intussen onze kansen gepakt. We hebben onze handen laten wapperen. We hebben geen domme dingen gedaan van onze uitkeringen. He? En we zijn nooit te beroerd geweest om er wat bij te verdienen. Zo. He? En hoe slecht hebben we het nog? Ik heb het helemaal niet slecht. Precies. Nee joh, deze jongen gaat woensdag 3 weken plat op de Canarische Eilanden. Juist. En wat staat er aan het voeteinde van je Louis XV bed? Louis XVI. Louis XVI. Tenminste, dat zei ze. Goed. Daar staat zo'n kleuren tv. En beneden bij hem in de kamer staat naast de huisbar een audiorek tot aan het plafond. Hij heeft 3 digitaal horloges. Zeker. Ja, hij heeft een paranoïd camera. Hij rijdt elke 3 weken in een andere wagen onder zijn kont. En waar vroeger 10 jaar terug nog de jabo lag te prikken onder zijn blote poten, dan legt nou een zulk hoogpolig tapijt en begint op de vloer, loopt zo over de wanden en sluit naadloos op het plafond. Ja, zo slecht gaat het in Nederland, joh. Kom nou toch. Oh ja, nee, Jacob, zeg, dames en heren, moet je even laten zien. Geinig. Slecht in Nederland. Moet je eens even kijken wat een geinig dingetje ik heb gekocht. Moet je eens kijken. Leuk, hè? Want je wil mooi, hè? Dat is Elvis. Elvis. Dus Elvis. Oh, Elvis, weet je wel. Oh, ja. Dat vind ik eigenlijk de ergste van zij die ons ontvielen. Weet je wel? Is hij dood, Elvis? Kon die gozer een scheur open trekken, hè? Die mooie luizenbos, weet je wel, van... Love me tender, love me you, says he's over zo, weet je wel. Hey. Love me tender, you're the devil in disguise. Hey, nee, weet je wat nou zo geinig is? Boven. Hij staat boven op een radiootje, moet je kijken. Moet je is het al een radiootje? Ja, nee, uitgekookt, hè, die Japanners. Leuk, hè? Maar ja, ik dacht dat er alleen maar platen van Elvis uitkwamen, dus je hebt er eigenlijk niet zoveel aan. Wat mooi, wat kost dat nou? Voor jou, 50 gulden. Nee, in de winkel. Oh, 3 tienen. Ja. Weer zoiets. Wat er de afgelopen 10 jaren allemaal goedkoper is geworden. De radio's. De balpennen. De panties. Goed, sigarettenbenzine gaat altijd weer omhoog. Maar, nou nog, dames en heren. Als u de achterbank eruit gooit. Uit de auto. U neemt 1000 gulden mee. En u rijdt naar de Profi of de Maxi. Dan kan u nog het hele nieuwe jaar toeter zijn. Van de drank die ze daar in de weekaanbieding hebben. Zo slecht gaat het in Nederland, ja. Ja, simpliste. Wij weten dus niet wat u tot nu toe allemaal gezien hebt. Maar bij voorbaat onze excuses daarvoor. Koot en ik hebben besloten toch maar geen publiciteit te maken. Nee. Dat is nou precies wat ze willen. Precies. Ook mijn excuses nog voor het feit dat u in de chaos van de afgelopen weken van prognoses en terugblikken, want de media zijn echt over hun zenuwen, nou juist die ene heldere simplistische kijk moet missen door omstandigheden vanavond. Bie, heb je geen trek in iets hartigs of zo, een satéetje of een shawarma? Broodje shawarma. Goed, laten we dat even gauw halen. We komen hopelijk nog bij u terug. Weet ook niet hoe dat loopt, maar zien we dan wel. Had je 1000 gulden voor kunnen krijgen. Waarvoor? Oh, voor isolatiesubsidie. Voor die 2 Louvre-deurtjes? Ja, daar moet je er niet bij zetten natuurlijk. Maar dat kun je toch niet doen? Dat kun je niet doen, je had het dubbele kunnen krijgen als je je eigen half invalide had laten verklaren. Want ik geen plezier heb gehad van die afgekeurde rug van mij, jongen. Wat heb jij dan aan je rug? Nou kijk, als ik gewoon buk zo, ja, dan gaat wel. Maar als ik nou een beetje dieper buk, dus zo. Dan heb ik toch even dat gevoel, hè? Wat heb je dan? Dat is God voor de God voor ook brutaal, hè? Die gozer hier, hè? Brutaal? Ja. Ben ik brutaal? Dat is brutaal. Weet u wie de brutaal is, dames en heren? Lubbers. Lubbers is brutaal. De officiële hoofdouwehoer van de christenen.
De Freddy Breck van het CDA. Wat kwam dit jaar uit, hoor, dat hij 400.000 gulden aan inkomstenbelasting heeft laten verdwijnen tussen die katholieke spleet in zijn tanden. Maar dat zijn de mensen alweer vergeten. De mensen vergeten veel te snel. En dan zal ik geen 1000 gulden isolatiesubsidie pikken als ik dat keer krijgen kom dan. Oh, wacht even. Hey, staat er een te buiten. Wat heb je, professor? Film. Filmpie. Oh, op een filmpie. Hé, hey, Jacob, nee, hey? Laat mij even. Er komt nou een filmpje. Kom een filmpje, ja. Moet je. Filmpje! Ja, Rappie. Kom een filmpje. Ja, kom een filmpje. Dan maak ik dan een kleine woordspeling. Filmpje! Ja, daar komt er nou een filmpje. Ik dacht dat dat wel geinig was. Dames en heren. Kom nou gewoon een filmpje. Oké, dan gaan we kijken. Filmpje. Nou, zeg. Zeg ze nou. Dames en heren. Wat moet je nou met twee van die halfzachte appelflappen? Hé, ze zijn een beetje te pingpongen. Laat ze oprotten. Ja, waarheen? Maak hem uit, Schelly. Amerika, komen ze niet meer binnen, hoor. Hoezo niet? Nou, dat merkt die Amerikaanse douane meteen. Wat? Koud is een poot en bier is een bier. Ja? Merken ze meteen, hebben ze speciaal afgerichte homo-honden voor die dat ruiken. Ja. Nou, waar waren we? Doen het verder net zoals die twee palenlaaiers. Wat staat er in de weekbladen? Oh ja, we zijn ook altijd. Doen wij ook. Doen wij ook. Kom op, pak de weekbladen. Ja, ja. Zo gaat dat, zo makkelijk is dat. De rits van deze week, luisteraars, heeft een bijzonder geinige omslag. Waarop wij het oude jaar in zijn blote kont zien staan. En waar wij nog niet weten wat het nieuwe jaar in zijn kruis voert. De weekend van deze week heb een bijzonder geinig artikel over 10 vrouwen die 1979 fluor gaven. Ja. Buitengewoon leuk. Ja, maar dat zijn de bladen die ze officieel bij de VPRO niet lezen, hoor. Die bedoelen ze niet. Kennen ze niet? Nee, ze bedoelen die weekbladen waar elke week weer wat anders in staat. Huh? Ze bedoelen, de Koot en Bier hebben het altijd over de Haagse Post. En over Vrij Nederland en over de tijd en zo, dat soort bladen. Die ken ik helemaal niet, die bladen. Oké, okay, ja, dat zijn ze. Nou, hij. Die bedoelen ze, weet je wel. Als dat een lekker werk moet verbeelden, hé, moet eens kijken. Hé, hey, kijk eens even. Ja. Hey. En dan heb ik het al eens doorgenomen, dames en heren. En dat zal wel heel dom van men zijn, maar. Zo zie je ook dat in de intellectuele bladen hebben ze toch altijd de gewone mensen nodig. Bijvoorbeeld in die bijlage van Vrij Nederland, van dat kerstnummer. Over het verval van de Smitstraat in Den Haag. Kijk, daar klopt iets niet volgens mij. Want dat staat er dan wel allemaal in. En die arme mensen zijn wel benaderd om voor de intellectuelen voor een beetje leuke kerstellende om te lezen te zorgen. Maar volgens mij drinkt zo'n vrouwtje uit de Smitstraat helemaal geen gin. En ik zou ook wel eens willen weten hoeveel van die mensen in deze huizen er in het keukenkastje een fles martini hebben staan. Begrijp je wel? En zo wordt toch de ellende van de gewone mensen gebruikt ter intellectueel vermaak. Ook in de tijd bijvoorbeeld. Ook een speciale cover story over wonen in de Schilderswijk, weet ik veel. Het is goed dat we weg zijn uit die Schilderswijk trouwens, Vanes. Als we die mazzel in 1973 niet hadden gehad, op Duindicht hadden we er nou nog gezeten. In de Haagse Schilderwerk staat hier, is een ghetto in wording. Een ghetto in wording. Nou, die mensen dus ook, die hebben dus alsmaar journalisten en fotografen over de vloer gehad en door de straat. En daarom is het goed dat wij daar weg zijn. Want die mensen die zitten in die buurt en er gebeurt in die buurt geen reet. Er gebeurt niks. Maar wel zitten ze 1500 meter verder op het binnenhof te alle hoeren. Of die mensen misschien het buitenland mogen ontvangen op de televisie. Terwijl ze door de muren van links Turks horen lullen, onder zich Afghanistans en door het plafond klinkt Algerijns. Dat is de situatie. En er zijn in Nederland 200.000 gastarbeiders, die waren te gast, die zouden weer teruggaan, maar die zijn gebleven. Als ik gast of logees heb, dan zorg ik dat ze een beetje fatsoenlijk en pitten en vreten. En er zijn daarnaast 200.000 werkelozen. Dat is bijna evenveel. Rara, hoe ken dat? Nou, was dus na die vorige uitzending van Koot en Bie, waarin je dan die Jacobse Vernes had met al die reclame die ze dan maakte, waarin je echt typ zag, nou, waar ik bang van werd, dat ik dacht, daar kan ik geen hout meer mee beginnen, zijn ze nog gek geworden bij de VPRO. Dus, toen heb ik Pierre hier gebeld.
Ik heb gezegd, we moeten deze zaak oppakken en de afdeling Noord-Holland onmiddellijk bij elkaar trommelen. Nou, ja, dat hebben we gedaan. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Wat we het gedaan Kijk, hebben. Als wat je die, die heren Jacobsen van S, als je die nou de ruimte gaat geven, dan geef je tegelijk aan het oprukken neofascisme handen en voeten. Dat is het. Als je ze de ruimte geeft... En dan zegt de intelligentia, of wat hier dan voor door mag gaan, ja, dat is het Coluche-effect. Nee, nou, dan zeg ik van, dan ben je toch wel in een hele rare ambivalente situatie bezig, hè? Want die Jacobsen van S, die roepen oer-negatieve krachten op die heel moeilijk zijn in te schatten. Omdat je ze handen en voeten geeft. En dan is het onze taak om als denkbasis gewoon plaatselijk naar de mensen toe te zeggen van, nou, daar zijn wij best wel bang voor. En toen heb ik dus onmiddellijk Reinier gebeld. Nee, ik heb jou gebeld. Nee. Het was na die Cotonbie dat ik heb gevraagd hoe het met je buik was en zo. Ja, maar na dat Volkskrantstuk heb ik jou gebeld. Ik belde jou na de uitzending, ik vroeg nog hoe is met je buik en dit, toen zei dat goed ging. Ik belde jou. Nou goed, we hadden elkaar dus aan de lijn en toen heb ik dus het initiatief genomen om te zeggen, moet je luisteren, de VPRO heeft een gidsfunctie naar de mensen toe. Als je vanuit die gidsfunctie juist die fascistoïde denkbeelden gaat mobiliseren, ben je ontzettend gevaarlijk bezig. Kun je niet doen, want dan valt gewoon voor duizenden leden valt die hele bodem uit die boot van het linkse denken. Dat is ontzettend gevaarlijk. Ja, dat is natuurlijk nooit maar en doen. En ook als je het mondiaal gaat bekijken. Hè, want vooral als je het mondiaal gaat bekijken. Die wereld van ons zit in een hele gekke spiraal. Hele zodat ik wel eens zeg van, nou, dat gaat hartstikke verkeerd. Precies. En dan gaat het erom, wijst de VPRO voor weg aan de mensen om uit die spiraal te komen. Ja, en dan moet je natuurlijk niet 14 weken achter elkaar die afschuwelijke Alexander Fassbinder plats gaan uitzenden, want dan ben je wel heel raar bezig. Nou, heel ik vond de belichting vond ik wel mooi. Ja, maar ik haakte ook na twee afleveringen. Je wordt er gewoon bang van. Je wordt er bang van. Je wordt er gewoon bang van. Ja, zo, en je wordt, ik word er gewoon bang van. En helemaal wat het school naar de kinderen. Wat nou, heb je daaraan? Dus, als je dan op de andere kant drukt en je ziet Marcel van Dam met een uitstekend discussieprogramma. Uitstekend wat echt uitstekend is. Programma. Dan zit je hier te bijten, zit je op te vreten. Want dan denk je, had de VPRO toch moeten hebben? Ja, natuurlijk. Dat nou, ander voorbeeldje. Ander voorbeeld. Mijn vrouw en zo gaat het kijkt al jaren niet meer naar de VPRO. Mijn vrouw heeft herkent zich niet in de VPRO. Die kijkt naar, kijkt haar van de VARA. Vind ik zelf ook heel leuk om te zien. Ik ook. Leuke koortjes, vrouwen op saxofoons. Hele nuttige informatie, uitstekende adressen, prima telefoonnummers. Precies. En dan zeg ik, kijk, dan zeg ik van, ja, dat mis ik nou momenteel bij de VPRO. En daarom zijn Pierre en ik dus aan de bel gaan hangen. En niet alleen om Jacobsen van S, hoewel dat de druppel was die de emmer deed overlopen. Maar vooral ook om die Cote&Bie. Want Cote&Bie, die kunnen dus gewoon ongestraft alle media blijven beheersen. Gaan we door, gaan we door, gaan we door. Zonder dat je weet, zonder dat je helder krijgt van ze, waar staan die twee eigenlijk zelf? Precies. Binnen de VPRO. Die plakken gewoon een snor voor, zetten een pruik op en blijven zelf buiten. Dat kan niet meer nu. Nee, dat heet dan satire. En daarom willen wij dus van de VPRO, hè mensen? Willen wij van de VPRO weten, waar liggen dan die grenzen van de satire? Nou, ik geloof dat Jan Blokker dat nou bedoelt. In de VPRO-gids notabene van deze week. Ja, in zijn column. Oh, ik begrijp geen reet van. Nou, dat ik ook niet. Maar volgens mij is het een heel vuil stukje tegen Cote&Bie. Oh, nou, dat werd dan hoog tijd. Dat werd dan toch hoog tijd. Want wij hebben als leden de recht op. Daar steek je al je tijd in. Daar betaal je kijkerluisteraar voor. En je gids en je abonnementen. En noem maar op, noem maar op. Hebben wij de recht op om van de VPRO juist vanuit die gidsfunctie te horen hoe dat nou moet met ons. Nou, met ons? Nu. Hoe het eigenlijk moet met in alles. In deze wereld. Precies. Nou, en dan is de eerste duidelijke stap dus, hè, dat we zeggen van die Jacobsen van S verbieden. Tuurlijk. Ik wilde graag dan nu de avond afronden. Mag ik nog even voor de vorm de handen zien? Fantastisch. Nou, ik had ook eigenlijk niet anders verwacht dan dat we dit vanavond, het is fantastisch gegaan, zo helder zouden krijgen. Even voor de goede vorm. Pierre en ik kaarten dus namens de hele afdeling Noord-Holland dit vanavond aan bij het VPRO-hoofdbestuur. En wij zeggen daar Jacobsen van S van het scherm af. En Cote&Bie moeten voorlopig worden begeleid door een stuurgroep waar in elk geval Pierre en ik zitting in hebben. Oké, mensen? Heel fijn. Oké, fantastisch. Leuk. Wel thuis allemaal, maar mag ik nog wel een paar vrijwilligers voor de vuile kopjes? Oh ja. Verbende. Wij verklaren graag dat wij vierkant staan achter de eisen van het comité bang voor Jacobsen en van S. Ook wij zijn best een beetje bang voor Jacobsen en van S.